Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in peper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Wat? Duivel. Jij bent zelf een duivel. En het is nog best wel vroeg, want Mick en ik gaan vandaag samen naar Amsterdam. En we nemen om 10:30 of zo de trein. Want het is best wel een stukje met de trein. En dan gaan we de hele dag lekker shoppen. Ik heb hem al helemaal klaargemaakt en omgekleed. Mick, zou ik die powerbank meenemen? Ja, dus. En wat ik aan heb is een trui van Ralph Lauren en een flare broek van de Sting. En wij gaan nu eventjes laatste spulletjes pakken en dan gaan we richting de trein. Zit een vlek op mijn camera? Oké. Wat moet je dan doen? Ja. Moet je lens of dan moet je lens schoonmaken? En van daar kun je weer. Ga niet mijn ding. Dat was alleen toen er een zwart vlekje op de camera zat. Oh, hij zoomt niet in op mijn hoofd. Oké. Mick en ik zitten in de trein. We moeten nog 30 minuten en dan zijn we op Amsterdam Centraal. En we zitten in de dubbeldekkertrein. We hebben nog nooit samen in de trein gezeten. Mick, we hebben nog nooit samen in de trein gezeten. Wanneer dan? Nee, maar echt gewoon. Ik heb heel vaak toen ik bij mij kwam, heb ik toen thuis gebracht of wat? Ja, toen echt één keer of zo. Een paar keer. Dat weet ik alleen later. Ja, toen was Mick nog heel lief op onze eerste date. Wat was? Ja, ik vind dat het. Ik weet niet. Dit is eigenlijk helemaal. Ik heb helemaal niet gezegd dat het een nieuwe weekvlog is. Dus als je al zin in deze week hebt, twee van duimpje omhoog. Ik denk dat heel goed gaat. Ik heb net een nieuwe jas gekocht en ik heb ook een nieuwe jas gekocht. Het licht is een beetje raar. En we gaan nu allebei pizza eten. Mick met kip. Dat is wel heel vies. Het is wel halal. Ja, dit is haakjes. Kan niet doen. Oh. En daarna gaan we even naar de Bijenkorfweer, want ik wilde eigenlijk toch nog iets daarvan. Het licht in mijn kamer is gewoon echt zo lelijk. Oké, Mick en ik zijn terug uit Amsterdam. We zijn daarna ook nog naar Den Haag geweest. Wat zoek je, Mick? Had je ze al aan? Nee, ik had ze meegenomen. Ja, dan liggen ze toch niet onder mijn bed. En we zijn daarna ook nog naar Den Haag geweest, want het was in Amsterdam zo druk. Het was echt niet normaal. Dus Mick werd een beetje gek. Een beetje heel gek. Dus toen zijn we ook nog maar even naar Den Haag gegaan. Dat is de beste stad, weet je. Sowieso. Dus, we hebben allebei nog wat leuke dingetjes gekocht. Nou, eigenlijk ik. En ik had nog wat pakketjes binnengekregen. Dus ik dacht, dan laat ik dat gelijk even allemaal aan jullie zien. Moet ik even fitsock voor je pakken? Ja. Nee, ofwel, dat is zwart, maar ik mag wel iets langer, snap je? Ja. Ik normale sokjes gaan. Ja, ik zal dat voor je pakken. Maar volgens mij is het licht heel slecht. Maar ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerst is een nieuwe jas, want ik zag hem. Volgens mij is het ook officieel een jongensjas. Nee, het is een damesjas. Want dit, anders zitten die dingen hier niet. Wat? Meestal meisjes gaan zo nog die dingen erin. De jongens hebben meestal helemaal normaal recht. Ja? Ja. De jongens hebben ook meestal capuchon. Oké, maar ik heb dus een nieuwe jas gekocht. En ik had hem gisteren ook al gezien toen ik met Am en Im in de stad was. Maar toen twijfelde ik er. Maar het is deze jas van Tommy. En hij is toch heel leuk, toch? Ja. Dus die heb ik gekocht. Ik had van Mick natuurlijk die ketting gekregen met die M. Zie je hem nu? Geen idee. Maar ik wilde heel graag ook nog een nieuwe ring. Dus nu heb ik ook van Dot een nieuwe ring gekocht. Maar dan wel met een J, niet een M. En dan kan ik hem hierbij doen. Even kijken of je dat goed ziet. Je kan hem zelf verstellen, hè? Ja. Dus het maakt helemaal niet uit welke maat je hebt. Oké, nou het is in ieder geval deze. Gewoon een J'tje. En die vond ik heel erg leuk. Om die hier dan bij te doen. En voor de rest had ik. Voor de rest heb ik alleen nog maar make-up dingetjes gekocht. Make-up doekjes. Niet echt heel bijzonder. En ik wil nog een tasje gaan bestellen. Maar die hadden ze niet bij de Bijenkorf. Even kijken. En ik had nog wat pakketjes. Maar ik weet niet wat erin zit. Dus ik ga eerst even zelf kijken. En dan laat ik het even zien. En ik had ook nog iets opgestuurd gekregen. Met sieraden. En het zit in deze hele leuke gouden envelop. Maar ik weet niet wat erin zit.
En de Instagram waar ik het van heb gekregen zal ik even hier in beeld zetten. En ik zal ook een linkje naar de website in de beschrijving zetten. Oké, ik heb dus wat sieraden gekregen van, het heet Bozo sieraden. Boza sieraden. En de verzendtijd is 1 tot 2 dagen en ze hebben ook een Instagram. En ik heb deze oorbellen gekregen. Deze zijn wel echt heel leuk, kijk. Die ga ik zo meteen even indoen, daarnaast. Mag niet één? Ja, die zijn leuk, hè? En ik heb deze sterretjes. En deze, deze hele leuke sterretjes. En ik zal een linkje in de beschrijving doen met al de sieraden die ze verkopen. Goedemorgen, het is vandaag... Welke dag is het? Woensdag of zo? Oh, oh, ik ben zo vrijdag bedoel ik. Zo, ik ben echt helemaal naar warm met de tijden en de dagen. En het is alweer 12 uur geweest. Ik heb Mick net op het station afgezet, want ik moet straks oppassen en hij moet straks werken. En ik moest ook nog wat dingen doen voor school, want echt, ik heb dus de hele vakantie niks gedaan. En nu komt er dus echt hevige stress, dus dat moet ik dan allemaal weer na school en zo gaan doen. Dus dat is echt niet chill, maar het moet. Ik heb net wel een superleuk pakket gekregen van iets wat ik gisteren had besteld. Bij van Vostassen en Koffers. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En ik ben vanochtend bezig geweest met mijn bullet journal. En ik heb er eigenlijk nu al spijt van. Ik vind het zo leuk om te doen. Maar ik ben te perfectionistisch en ik wil alles precies goed doen. Dus dat is gewoon helemaal niet slim. Maar als het af is zal ik het zeker aan jullie laten zien. En ja, dat. Er komt vanmiddag ook een nieuwe video online. Die eigenlijk gisteren online had moeten. Maar dat heb ik pas vandaag gedaan. Ik zit ook helemaal onder de wondjes. En ik wilde vandaag sporten, maar dat heb ik ook niet gedaan. Dus dat eigenlijk. Ik ga nu eerst heel even mijn pakketje openmaken. Dan ga ik verder met mijn bullet journal. Dus ja, want dan heb ik dat in ieder geval af. Ik ga in ieder geval eerst mijn pakketje openmaken. Oké, nou ja, dit is het beste wat ik ervan kan maken. Maar ik wilde al een tijdje heel graag een nieuwe tas. En ik wist nooit zo goed wat ik wilde. En ik was over deze altijd aan het twijfelen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga hem bestellen. Als ik hem niet leuk vind, dan kan ik hem alsnog terugbrengen. Maar ik hou gewoon echt van die simpele zwarte tasjes. Zo. Ik hou ook echt niet van als de tas echt veel te klein is. En dit vond ik eigenlijk precies goed. En het tasje is van Valentino. En dit is het tasje. Hij is echt heel erg mooi. Alleen het lijkt alsof die V met blauwe steentjes is. Nee, ik denk dat dat komt door het plasticje. Even kijken. Oké, nee, het is gewoon zilver. En hij is echt, echt super mooi. Ik ben hier zo blij mee. Dus het heeft zo'n zilver koord. En dit is het tasje. En ik ga deze sowieso heel vaak gebruiken. Maar ik ga nu eerst verder met mijn bullet journal. Want ik moet straks oppassen. Ik heb mijn spullen weer ingepakt. En ik moest dus net een badpak of bikini uit de kast gaan graaien. Want wat ik zo meteen ga doen. Ik ga namelijk zwemmen met mijn oppaskindje. Ik ga mee naar zwemles. Dus dat vind ik best wel spannend. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik ga me nu even omkleden. En dan ga ik richting... ja, dan ga ik daar alvast naartoe. Het is vandaag zaterdag. En de reden dat ik niet mijn hoofd film is omdat ik echt heel erg ziek ben. Maar ja, dat wilde ik dus even laten weten. Ik was gisteren ook heel erg ziek. Maar ik probeer er nog een soort van het beste van te maken. Omdat ik natuurlijk ook weer naar school moet. Ik ben wel bezig geweest in mijn bullet journal. En dit is de eerste keer dat ik het doe. En toen ik vertelde dat ik een bullet journal had, kreeg ik al heel veel reacties van, maak er alsjeblieft een video over. Dat ga ik helaas denk ik niet doen, tenzij echt heel veel mensen dat willen. Maar ik zal wel laten zien wat ik tot nu toe heb. Ik ben er vandaag ook mee bezig geweest, omdat ik me dus niet zo lekker voel. En ik eigenlijk heel veel aan school moet doen, maar daar gewoon geen kracht voor heb. Dus het is vandaag, ja, zaterdag. En ik heb deze van bol.com. En ik vind het gewoon altijd super leuk als ik dit bij anderen zie. En heel veel meisjes bij mij in de klas op de PABO vinden het ook heel erg leuk. En die hebben er ook één. En ik kon het gewoon echt niet laten. Dus ik heb er ook één gekocht. Wat ik hier wil, weet ik nog niet precies. Dus als je een leuk idee hebt, laat dat zeker achter. En vertel me ook waar jullie je inspiratie van halen. Want dat vind ik gewoon heel erg interessant. Ik heb gewoon even mijn naam geschreven. Dan heb ik op de eerste pagina stond er een quote. Dus daar heb ik dus een quote geschreven. En deze vond ik wel heel erg mooi. Dus die heb ik geprobeerd heel mooi te schrijven. Alsof het lijkt alsof het er al in hoort. Dus hier ben ik best wel heel erg trots op. En misschien wil ik er nog wel wat stickers bij doen.
Dan, deze bullet journal is natuurlijk voor 2019, maar het leek me wel leuk om nog wat dingen van 2018 erin te doen. Dus ik heb eigenlijk de leukste herinneringen van mijn verjaardag, van dat ik naar Antwerpen was geweest, naar Albufeira. Natuurlijk foto met Mick kan niet missen. Heb ik er eigenlijk allemaal ingedaan. En van Ibiza, van dit was na mijn examen dat ik was geslaagd, van Tenerife. Corfu zit er niet in, maar niet alles paste. En dat ik natuurlijk mijn diploma heb gehaald en mijn rijbewijs. Dus ja, dit waren even wat leuke dingetjes. En dat vond ik wel leuk om dat met foto's te doen. Dan heb je hier de jaarplanning. Dit moet ik nog allemaal afmaken. En ik had hier echt een hele grote fout gemaakt. Ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar ik had iets met 2016 of weet ik veel wat geschreven. Dus daar heb ik maar wat tape overheen gedaan. Maar in ieder geval, ja, dit is ook niet echt het allermooiste. Maar het gaat om het idee. En het is wel heel erg handig, want je kan gewoon gelijk zien in mei op de 16e bijvoorbeeld op welke dag dat valt. Dus dat is heel erg handig. Dan de volgende pagina wil ik aan YouTube, maar deze is nog helemaal niet af. Ik heb alleen op 1 januari... heb ik zoveel abonnees. En misschien wil ik dat wel van elke maand gaan doen. Of mijn ideeën van YouTube. Maar dat weet ik nog niet zo goed. Dus daar moet ik nog even goed over nadenken. Maar ik dacht het is een beetje zonde om dan gelijk tot beginnen. En dit vind ik het allerlastigst. Er staat ook niks boven. Volgens mij heet dit zo'n module of zo. Maar ik heb geen idee wat ik hier moet gaan doen. Dus ik ga straks eerst, als ik weer naar school moet, ga ik eerst vragen aan de meisjes aan mijn klas wat zij hier hebben. En anders ga ik hier een foto of iets op plakken, want ik heb namelijk echt geen idee. Dus die heb ik ook maar gewoon even leeg gelaten, zodat ik het niet kon verpesten. De volgende pagina, deze kaart zat er al in. En ik wil nog de landen gaan inkleuren waar ik ben geweest, maar ik heb er nu gewoon even wat leuke quotes bij gezet. Wat ik gewoon heel erg leuk vond. Dan verschillende stickertjes en kleurtjes. En dan wil ik gewoon inkleuren waar ik ben geweest. Dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. En dan heb ik mijn goals van 2019. En deze hou ik voor mezelf, want dat vind ik gewoon wat fijner. En heb ik hieronder geschreven, follow your dreams. Maar hier ga ik dus al mijn dingen opschrijven die ik in 2019 wil halen. Misschien zijn er nog wel meer dingen, dus daarom heb ik nog wat vakjes daar. Maar dit waren de dingen waar ik het snelst op kwam. Dan heb ik, wilde ik iets met een to-do list doen, maar ik wist niet zo goed wat handig was. Want ik vind het heel lelijk als je dingen moet doorkrassen als je het al hebt gedaan. Dus nu heb ik het zo gedaan. Met van die kleine post-its of hoe heet dit. Dus dan kan je er gewoon weer afhalen. En dan kan je er gewoon weer nieuwe opplakken. En op de achtergrond heb ik dus een soort van beetje ja, wat foto's uitgeprint. Dit ben ik in Londen. Maar gewoon even wat basic dingen. Dus dit vond ik wel heel erg grappig. Dat had ik op Pinterest gezien. Dus dit vond ik een heel leuk idee. En dan eindelijk beginnen aan januari. Ik vond het heel erg lastig, zo'n voorkant. Want ik kan namelijk niet goed tekenen. Ik vind het wel heel erg leuk, maar ik kan het gewoon niet zo goed. Dus ik heb er maar geprobeerd iets van te maken. En dan heb ik dus mijn dagelijkse planning. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil gaan doen. Maar zo ziet het er ongeveer uit. En de andere dagen heb ik gewoon mijn schoolrooster erin staan. En wanneer ik moet werken. Maar dat ga ik nog allemaal laten zien als het af is. Maar ik hoop wel dat jullie dit even leuk vonden om te zien. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En de reden dat ik de afgelopen 2 dagen niet heb gefilmd is omdat ik echt heel erg ziek was. Ik voel me nu nog steeds niet echt topfit. Maar het is na 2 weken weer tijd om naar school te gaan, want de vakantie is voorbij. En ik heb echt een hele leuke vakantie gehad, behalve het laatste weekend dus, omdat ik dus heel erg ziek was. Maar het is nu 9:15 en om 9:00 gaat mijn trein. Want ik begin om 9:30 op school. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. Ik moet nog even mijn tas inpakken. En ik heb dus mijn nieuwe oorbelletjes in. Volgens mij had ik nog beloofd jullie die te laten zien. En deze zijn van dat Bosa sieraden. Deze met de J. En dit superleuke sterretje. En ik ben hier echt heel erg blij mee, want ik vind dit gewoon een heel leuk effect. Als dit helemaal vol hangt. Dus I'm very happy. Ik ben nog steeds heel erg verkouden. En hier is het helemaal een schaal. Het doet echt gewoon pijn. Maar ik ga nu even mijn spullen inpakken. Want ik heb vandaag aardrijkskunde, schrijven en rekenen. Dus ik moet ook mijn schrijfboek meenemen. En mijn vulpen. Want die gebruiken wij dus.
Wat ik aan heb is deze trui van Chiquelle. En die is eigenlijk een beetje te groot. Maar daaronder heb ik een flare broek met mijn Sandra's. Dus ik dacht, op zich kan dit wel. En het is heel erg lekker warm. En ik ga nu mijn camera inpakken en dan snel wat eten pakken. En dan ga ik naar school. Ik ben terug uit school. Ik kon op school helaas niks filmen. We hadden niet echt de les ervoor om te filmen. Soms wel, soms niet. Daarom neem ik hem altijd wel gewoon mee. En ik ben nu 1 minuut thuis en ik ga nu naar de sportschool. Ik heb echt geen zin, maar ik moet gewoon gaan. Want anders ga ik het gewoon niet meer doen. En misschien komt vanavond Mick naar mij. Dus dat is heel erg leuk. Maar ik moet nu gewoon echt gaan sporten. Anders ga ik het gewoon niet doen. En ik wil dit jaar gewoon lekker veel gaan sporten. Ik zal mijn telefoon meenemen. En dan zou ik misschien daar een paar dingen mee filmen. En ja, ik ga nu gelijk weer er vandoor. Ik heb een wit shirt aan. En ik heb een blauwe Calvin Klein legging aan. Ik ben terug van de sportschool. En ik heb ook even gedoucht. En zo meteen komt Mick naar mij. Maar ik ga eerst even avondeten. Want dat heb ik nog niet gedaan. Dus mijn hoofd knalt echt uit elkaar. De reden waarom ik niks heb gefilmd tijdens het sport is omdat het zo druk in de sportschool was. Dat ik gewoon, het was gewoon een beetje beschamend als ik iets ging filmen. Ik zal zo meteen met Mick nog wel even iets filmen. Maar ik ga nu in ieder geval lekker pasta eten. Is het zo'n begrijpend leestoets of zo? Is dat, of zo? Nee, taaltoets. Gewoon een kennistaaltoets. Maar is dat niet een begrijpend lezen? Dan? Zo'n boekje wat je moet lezen? Of zo'n van die tekst die je moet lezen? Nee, helemaal niet. Ja. Het zijn gewoon kennisvragen. Oh. Oké, Mick is bij mij. Wat? En die gaat me nu even overhoren, want ik heb woensdag... Wat? Tentamen. Tentamen. Dat is serieus, hè? Ja. Herkansing tentamen. Die heb ik al gehaald. Ja. Ja, Mick heeft me al gehaald. Zij kan me natuurlijk heel goed uitleggen. Je moet alleen maar de... Waar de uitroeptekens voor staan. Dat is de samenvatting van mezelf gemaakt namelijk. Ik heb de samenvatting gemaakt. Oké, waar alleen maar het online staat. Nee, waar de uitroeptekens voor staan. Oh. Dit stukje, maar dit eerste stukje hoeft niet. Dat weet je wel. Het begint hier zo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En die sliep vannacht bij mij. Alleen die moest eerder de trein hebben. En daarna kon ik niet meer slapen. Dus ik heb nu alvast mijn make-up gedaan. En ik ga nu nog even in bed liggen. Even YouTube kijken of zo. Er zit nog allemaal make-up over mijn ogen, want dan haal ik ze meteen weg. Ik heb straks mentoruren en daarna heb ik weer trajectkunst. Dus dan moet ik gewoon even, trajectkunst. Dus ik weet niet precies wat we gaan doen, maar het heeft dus met kunst te maken. Voor de rest moet ik heb tot 5:30 school. En ik moet weer om 6:00 werken. Dus het is weer echt super rot. En ik heb morgen mijn tentamen. Dus ja. Ik ga in ieder geval nu even YouTube kijken. En dan ga ik daarna naar school. Oké, ik ga over 5 minuten weg. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb een trui aan van Chiquelle. Gewoon een witte simpele trui. En ik heb deze broek aan met deze streep. En deze is van de Pull & Bear. En daaronder heb ik mijn witte Superga's. Ik ga even met de auto naar het station omdat het echt heel hard regent en echt slecht weer is. En dan heb ik tot 6:30 school. Ja, dus ik ga nu even filmen. Oké, ik ben op school al een tijdje. Het is inmiddels al 3:00. En mensen kijken me heel raar aan. Maar wij moeten nu een filmpje gaan maken. Want volgende... Nee, over 2 weken toch? Hebben we 2 weken was eerst. Ja, we hebben een tentoonstelling en dan komen er echt kinderen kijken. En we hebben een heel leuk idee. En we gaan nu dus even dat filmpje maken. Yes. Wacht, ik ga zo even beter uitleggen. Oké, we zijn dus nu bezig om dat filmpje te maken. Want er komen dus kinderen kijken. Oh. En dit zijn zulke goede filmlampen. Echt niet te doen. Ga jij gewoon nu even een video maken met Janette? Ja, ik ga net zeggen. Dat is best grappig. Kun je best doen. Ja, maar wat gaan we opnemen nu dan? Dat weet ik niet. Opmaken. Okay. Babo ideeën dingen lenen. Maar ja, we gaan dus een soort tentoonstelling maken voor kinderen. En we willen dus eigenlijk iets heel engs. Dus we gaan nu een soort van proberen een... maar ook weer niet te eng. Dit is echt leuk, dit is echt geweldig. En dus ze gaat een soort varkensmaskertje opdoen. Maar je mag echt niet herkenbaar zijn, dus je moet ook echt een doek omdoen of zo. Ja, oh, dat of doe mijn jas aan. Nee, groen. Ja, een groen doek zo. En ja, we gaan dus eigenlijk een soort van eng iets maken. Is dat een eigen? Ik denk het wel. Nee, het is een kussen. Oké, dus wij gaan dat nu even doen. Ja.
Oké, we hebben net het filmpje gered van een piggetje van Sanna. En we gaan nu even het eindresultaat aan jullie laten zien. Kinderen onder het, wat zullen we zeggen? Schokkende beeld. Niks onder de 18. Oké, en dit gaan we dus, we hebben dus, we moeten even het idee goed uitleggen. Oké, dus we hebben over 2 weken een tentoonstelling voor kinderen. En we mogen voor groep 5 en groep 7 en wij krijgen groep 7. Ja, wij krijgen 2 keer 12 leerlingen en we mogen alles zelf bepalen. Ja. En wat we gaan doen is... Maar het moet wel de zintuigen. Oh ja, de prikkelen. En het moet met de winter te maken hebben. Ja. En we hebben dus een soort van idee dat er een taart weg is. En dat er een dader is. En voor de rest zitten de kinderen... Oké, okay, kan ik... Ja, nou, we hebben dus een idee. Er is een winterdiner. Alle kinderen die gaan aan tafel. Het is een hele mooie gedekte tafel. En die verwachten dus lekker eten. Maar dan... De taart, de chocoladetaart, is weg. Want nu, hebben ze geen eten. Ja. Dus we moeten de dader zien te vinden. Ja, dan moet ze eerst een raadsel. Misschien die taart op te krijgen of gewoon die dader te pakken. Wat gaan wij doen? Ja. Hallo, hij heeft die taart gegeten. Dus we wilden even iets spannends van de dader in doen, maar de dader, een soort van wie is de mol, maar dan wie is de dader. Ja, alleen ze mochten nog niet weten wie dan de dader was, dus ze moesten een beetje onbekend zijn. Dus we hebben het nu zo gedaan. Ja. We kunnen, het is zeg maar een hele leuke sfeer, maar er komt opeens horror, dus zeg maar zintuigen prikkelen overal. Ja. En ik ben een, een normaal feestje en dan opeens zo van, ik krijg een bericht van de dader denk ik. Ja. Maar zeg maar, er zijn allemaal personages en zij moeten erachter zien te komen wie de dader is. Dus ze gaan dus allemaal opdrachten doen, daar krijgen ze een letter uit en uiteindelijk is het woord dood. Zullen wij anders een beetje de tekst typen? En ja, dat is wel leuk. En dat... Oh, wat zie ik eruit. Oké, ik heb ook al gewerkt. Ik heb al avond gegeten en het is inmiddels 9:30 geweest. Super laat. En ik ben ook echt heel erg moe. Ik heb morgen mijn tentamen. Maar ik denk dat ik morgen pas ga leren. En dan ga ik denk ik niet mijn eerste uur naar school. Maar even sporten, zodat ik wat energie heb. En ik had vanochtend... Ben ik denk ik mijn etui verloren. En ik had allemaal nieuwe dingen voor mijn bullet journal gekocht. Dus... Dat is niet echt heel chill. Maar ik ga in ieder geval in mijn bed liggen. En dan denk ik dat ik zo meteen lekker vroeg ga slapen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben net naar de sportschool geweest. En ik heb even gedoucht, dus mijn haar is nog nat. En ja, ik ben dus niet naar het eerste uur van school geweest. Want we hadden maar 1 uur les. En ik heb vanavond een tentamen, dus ik dacht, dan sla ik dat een keer over. Volgens mij ben ik echt helemaal niet belicht. Ja, ik zie er echt niet uit, want ik heb net gedoucht, dus dat zal ik jullie even besparen. Maar ik kan gelijk verder met mijn taal leren, want ik heb vanavond dus mijn herkansing. En ik heb eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Deze samenvatting heb ik van iemand gekregen uit mijn klas. Beste samenvatting ooit. Maar ja, dus ik ga dat nu doen. En ik heb de toets dus volgens mij pas vanavond om... Even kijken hoor... Ja, de toets begint vanavond pas om 7 uur. Dus dat is niet echt heel erg leuk. Maar ja, het is niet anders. Nu kan ik de hele dag nog leren. Want het is nu pas 11 uur. Dus dat ga ik nu even doen. Het is inmiddels woensdagavond. En ik heb net mijn tentamen gemaakt. Mick is nu bij mij. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het ging. Ik durf het niet te zeggen. Ik was wel heel snel klaar. En het was echt een heel erg gedoe op school. Maar ik ga nu mijn stage nog voorbereiden voor morgen. Want dat moet ook nog gebeuren. En daarna gaan we lekker frietjes eten. Ver zin in, Mick? Ja, zin. Cheat day. En daarna gaan we Ex on the Beach afkijken. Dat moesten we ook nog doen. Toch? Ja. En gaan we daarna nog iets anders kijken? Ja. Vakantie kijken. Curaçao. 6 dagen. Ja, last minute kijk je nu, schat. Ja, dus? Ja, we gaan toch niet last minute? Hoe moet je dat weten? De datum moet je even goed intypen. Godver. Ja. Oké. Dus ja, dat eigenlijk. Ik was de vlog aan het editen en ik zag dat ik nog helemaal niet een einde had gefilmd. Ik hoop dat de vlog een beetje leuk was. Ondanks dat ik het weekend natuurlijk ziek was en niks heb gefilmd. Wat ik heel erg jammer vind, omdat ik altijd in het weekend een soort van de leuke dingen film.
sorry ook dat de vlog denk ik dat later online is gekomen. Ik moet nog wel even kijken of ik een vaste dag wil dat ik ga uploaden. Dus ik moet eventjes gaan kijken. In ieder geval wel heel erg bedankt voor het kijken. En als je het een leuke video vond, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk weer heel snel bij een nieuwe video. Doei doeg!